een onderwijsprogramma u aangeboden door FIBAS. Mede mogelijk gemaakt door UNICEF. Hallo jongens en meisjes, welkom bij Scorodoro. Ik ben juffrouw Rachel. Vandaag doen we een les over oriëntatie op jezelf en de wereld voor leerjaar 8. We gaan het hebben over de spijsvertering. Wil je weten wat er in je lichaam gebeurt wanneer je hebt gegeten? Nou, juffrouw Vanessa vertelt jullie zo meteen daar alles over. Het lichaam bestaat uit lichaamsdelen en organen. De lichaamsdelen zijn bijvoorbeeld het hoofd, de romp met de armen en de benen. En de organen die zitten in ons lichaam. We hebben aan de bovenkant de luchtpijp, de longen en het hart, de lever, de maag, de milt, de nieren, de alvleesklier, het colon en de urinebuis. Vandaag zullen we het specifiek hebben over de organen die helpen bij de spijsvertering. Wat is nu spijsvertering? Het verteren van spijzen. Spijzen is voedsel. Dat wil zeggen het afbreken van voedsel tot voedingsstoffen die het lichaam kan opnemen en gebruiken. De voedingsstoffen zijn bouwstoffen, beschermende stoffen en brandstoffen. Bijvoorbeeld groenten die omgezet worden tot vitaminen. Wat is het spijsverteringsproces? Alles wat we eten en drinken gaat via de mond, slokdarm, maag, dunne darm, dikke darm naar de endeldarm en dan via de anus als poep ons lichaam uit. De mond. Spijsvertering begint dus in de mond. Hier wordt voedsel fijn gekauwd en vermengd met speeksel. Dit speeksel wordt aangemaakt door speekselklieren. Speeksel wordt aangemaakt het moment dat we voedsel ruiken, zien of proeven. Dit voedsel dat vermengd is met speeksel wordt nu glad en smeuig. Daardoor is hij makkelijk door te slikken. De tong helpt dit voedsel te duwen naar onze slokdarm. De slokdarm is een rechte pijp van ongeveer 25 centimeter lang. Het voedsel dat we doorslikken valt niet zomaar door de slokdarm naar beneden. Bij de overgang van de slokdarm naar de maag zit er een sluitspiertje. Dit sluitspiertje gaat open wanneer het voedsel vanuit de slokdarm naar de maag gaat. Hierna sluit die weer. Hierdoor kunnen voedsel en maagsappen die in de maag zitten niet terugstromen in de slokdarm. In de maag wordt het voedsel gekneed en vermengd met maagsap. In maagsap zitten enzymen en zoutzuur. De enzymen breken het voedsel alvast af. Het zoutzuur doodt alle ziekmakende bacteriën. Het voedsel blijft ongeveer 3 uren in de maag zitten. Bij vet voedsel heeft de maag iets meer tijd nodig. De maag geeft via een sluitspiertje kleine beetjes voedsel af aan de dunne darm. In de dunne darm vindt het belangrijkste deel van de spijsvertering plaats. Hier worden spijsverteringssappen en enzymen uit de alvleesklier en de galblaas toegevoegd aan het voedsel. De enzymen breken het voedsel af naar kleine deeltjes, voedingsstoffen. De voedingsstoffen komen via de darmwand in het bloed terecht.
Het oppervlak van de dunne darm is ongeveer zo groot als een tennisveld. Daardoor is er veel ruimte om voedingsstoffen op te nemen in het bloed. De dikke darm. Voedsel dat niet verteert gaat naar de dikke darm. Eerst is het nog een waterdunne brei. In de dikke darm worden vocht en zouten gehaald uit de brei. Zo ontstaat er een dikke poep. De poep gaat naar de endeldarm. De endeldarm, dat is het laatste gedeelte van de dikke darm. Hier wordt hij tijdelijk opgeslagen. Wanneer de endeldarm vol is, wordt er een seintje gestuurd naar de hersenen. Jij krijgt dan het gevoel dat je moet poepen. De dikke darm is ongeveer 1 meter lang. Hij ligt als een omgekeerde U in de buikholte. Poep doet er gemiddeld 12 tot 24 uur over om door de dikke darm en de endeldarm te gaan. Gaat dit te snel, dan is er te weinig vocht uitgehaald. Dan krijgen we diarree. Gaat het te langzaam, dan is er te veel vocht uitgehaald. Dan krijgen we een verstopping. Het spijsverteringskanaal. Ik heb je daarnet verteld over het spijsverteringskanaal. Hier wordt het voedsel oplosbaar gemaakt. Er zijn 3 sappen die meehelpen bij dit proces. 1. Het speesel. Het speesel wordt aangemaakt in je mond door de speeselklieren. Het maagsap, dat wordt gemaakt in je maag. Het darmsap wordt gemaakt in je dunne darm. Deze 3 sappen zorgen ervoor dat ons voedsel fijner en oplosbaar wordt. Verteerbaar dus. In onze voeding zitten alle voedingsstoffen. Bouwstof, brandstof en beschermende stof. Via het spijsverteringskanaal worden deze stoffen naar alle delen van ons lichaam gebracht. Deze stoffen zijn nodig voor een goede werking, groei en herstel van ons lichaam. Ik heb je verteld dat het menselijk lichaam bestaat uit lichaamsdelen en organen. De organen zijn de inwendige lichaamsdelen. Bij deze oefening gaan we dus de organen onderstrepen. De ogen, het is uitwendig. De lever. De nieren. De luchtpijp. De milt. De alvleesklier. De urinebuis. De longen. Het colon. En de maag. Ik heb nu dus de organen onderstreept. Het oog, de oren, de romp, de vingers, de neus en de armen zijn uitwendig. Ze zijn buiten het lichaam, dus geen organen. Ik heb je ook verteld hoe het spijsverteringsproces verloopt. Hier heb ik 2 tekeningen. Welke van ze is de juiste? Tekening A. De mond, de dunne darm, de dikke darm, de slokdarm en de maag. Tekening B. De mond, de slokdarm, de maag, de dunne darm en de dikke darm. Alles dat we eten gaat via de mond, de slokdarm, de maag, de dunne darm naar de dikke darm. Dus, tekening B. Hier heb ik enkele tips voor een goede spijsvertering. 1. Gezond leven. 2. Genoeg drinken, het liefst water. 3.
voldoende vezels eten. Eet dus bruinbrood of tarwebrood. En citrusvruchten hebben ook heel veel vezels. 4. Stress vermijden. 5. Regelmatig bewegen. Doe je dit allemaal, dan heb je een goede spijsvertering. Zo jongens en meisjes, jullie hebben vandaag van juffrouw Vanessa geleerd wat er met je voeding gebeurt nadat je hebt gegeten. Dit was een lesje voor de leerlingen van leerjaar 8, oriëntatie op jezelf en de wereld, de spijsvertering. Kijk je de volgende keer weer? Ik ben juffrouw Rachel en ik zie jullie. Doei! This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.